wethouder. Morgen, Van Kooten. U wil iets met me bespreken. Kleinigheid. Hoe woon je eigenlijk, Van Kooten? Hoe ik woon? Hoe bedoelt u? Wat ik zeg. Leuk huis, gezellige buurt, huur niet hoog. Ik mag niet klagen, ik heb een leuk huisje kunnen krijgen dankzij onze gemeentesubsidie in een rustig deel van de stad. Slaap jij goed? Daar heb ik geen problemen mee. Als ik te scherp gegeten heb, wil ik nog wel eens... Ik ben blij dat te horen. Geen last van schuldgevoelens. Schuldgevoelens? Hoe bedoelt u? Zonnedaal. Vlodder. Zegt je dat wat? Ja, vanzelfsprekend. Blij dat dat de mensen nog enige herinnering bij je oproept. Ik krijg niet eens de tijd om die vreselijke familie uit mijn geheugen te bannen. De Vlodders, er is toch niks ernstigs gebeurd? Maandenlang stapelen de brieven zich op. Eén lange reeks van klachten over die familie. Die jij met alle geweld vanwege dat experiment in Zonnedaal geplaatst wilde hebben. Het was een unanieme beslissing van de gemeenteraad. Waar een hoop leden nu spijt van hebben als haren op hun hoofd. En als jij deze brieven zou lezen, dan zou je begrijpen waarom. Het is hartverscheurend. Het woongenot van tientallen Zonnedalers is in een korte tijd tot een absoluut nulpunt gereduceerd. Ik denk dat we deze uitingen van ongenoegen in hun juiste perspectief moeten plaatsen. Zaken als deze hebben altijd een zekere aanlooptijd nodig. Een zekere aanlooptijd? Ze zitten er nu 4 maanden en dat wordt alleen maar erger. De klachten stapelen zich op. En ik merk niets van enige integratie in de buurt. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat er een stuk welwillendheid bij de participanten latent aanwezig was. Alhoewel we de acceptatiedrempel misschien wat te laag hebben ingeschat. Ja, rijden op een onverantwoord roekeloze snelheid met hun auto dwars over stoepen, door plantsoenen en particuliere tuinen. Doen hun behoefte bij voorkeur in de rozenperken van de buurt. Zeker 4 bejaarde dames zijn hun portemonnee kwijtgeraakt nadat ze door een van de gezinsleden, beschreven als een lange, slungelachtige jongen, naar de overkant van de straat waren geholpen. Een aantal van hen moest niet eens naar de overkant, maar durfde niet te weigeren. En dan zwijgen we nog maar over alle zuip- en danspartijen die er 's nachts plaatsvinden, waarbij de gasten het nodig schijnen te vinden om tegen het ochtendgloren spiernaakt het zwembad in te duiken. Ik dacht niet dat de gemeente toestemming had verleend voor het vestigen van een obscure nachtclub, Van Kooten. We moeten proberen de zaken in de juiste proporties te blijven zien. Het laatste wat we willen is een hets ontketen. Als er niet snel een eind komt aan deze onhoudbare situatie, dan gaan er koppen rollen. En ik heb het hier niet over mijn hoofd, Van Kooten. Ben ik duidelijk? Morgen, opa. Arthur. Nee, sorry, ik rook zelf niet. Hallo, Johnny. Kees, hoe gaat ie? Hey, Sharp, die oude rukker. Alles kids? Hey, wat heb ik je nou gezegd, ouwe? Van mijn biet zou we afblijven. Hey, Sharp, is dat het nou? Nou, heb ik iets te veel gezegd? Zie je zo? Hey Kees, hoe gaat-ie? Hey Sjaak, heb je gedoucht? Nee, de kinderen. Ga je ook wat? Nee, dank je. Ik heb net geluncht. Lekker zo'n zonnetje, niet? Is je moeder thuis? Ga, mevrouw Vlodder. Zulke grote hadden we zelfs in ons oude huis niet. Heeft u last van ratten? De laatste tijd vooral. Ik begrijp er niks van. In deze buurt is dat echt een uitzondering, hoor. Normaal voelen ratten zich thuis in een rioolachtige omgeving en komen ze alleen af op huisvuil en etensresten die onbeheerd. Het is echt
onbegrijpelijk. En is er ook iets aan de hand met de riolering? Daar begrijp ik ook niks van. Die was al meteen verstopt. Zou het dan niet mogen, hè, met zo'n nieuw huis? Misschien moeten we iemand langs laten komen. De rioldienst van de gemeente. Dat is niet nodig, Sjaki. Johnny zou er even naar kijken. Die is best handig in die dingen. Maar die lucht. Wat voor lucht? Nou, Sjaki, zeg het maar. Moet ik weer een handtekening zetten? Moet ik weer uitleggen dat Henkie een toet- en bloedhekel hebben naar school? Of zit Kees er achter de kleine meisjes aan in het park? Nee, hoor, mevrouw Vollering, ik kwam zomaar even langs. Ik kwam toch in de buurt wezen. Ik wou eens kijken hoe het er stond. En nogal wat... problemen. Maar... problemen? Wat voor problemen? Geen idee. Maar zo'n verhuizing, zo'n nieuwe buurt... soms duurt het even voordat je je helemaal thuis voelt. Ik voel me prima, Sjaki. En de buren? Al kennis gemaakt? Zijn het aardige mensen? Dat is nou typisch dat je daarover begint. Oh ja? Van die buren kan ik echt geen hoogte krijgen. Dat gaat echt boven mijn pap. Oh, wat is er dan aan de hand? Dat bedoel ik nou. Dat is al de vijfde deze week. Voor je het weet zit er geen ruit meer in. Opduvelen. Wat bedoelen ze daar toch mee? Wij moeten helaas constateren dat al onze brieven, petities en bezwaarschriften aan het adres van de gemeente geen enkel effect gesorteerd hebben. De familie in kwestie lijkt op geen enkele manier bij te willen dragen aan de oplossing van het probleem. Sterker nog, hun gedrag lijkt er alleen maar erger op geworden. Het is daarom mijn mening dat we op korte termijn ingrijpende maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de zaak geheel uit de hand loopt. Ik vind niet dat we een falend gemeentebeleid op deze familie moeten afwentelen. Het is hun schuld niet dat ze in onze wijk zijn geplaatst. Dat is toch geen vrijbrief om onze wijk te terroriseren? Oh, ik vind terroriseren een groot woord, een heel groot woord. Je kunt wel zien dat u niet bij ze in de straat woont. Als u naast die vuilnisbelt zou wonen, dan zou u wel anders piepen. En als de gemeente geen vinger uitsteekt, dan zullen wij dat zelf moeten doen. Kunnen we niet een knokploeg in de hand nemen? Laten we nou zelf niet tot het dierlijke niveau van die familie afzakken. Ik voel veel voor een beschaafde vorm van protest. Daar kom je bij hen niet ver mee. Die luisteren alleen maar naar een harde hand. Ik ben het wel eens met Emiel. Laten wij nou maar eens demonstreren dat je in een democratische samenleving ook met een beschaafde manier van protesteren je gelijk kan halen. Wat dacht jij ervan, Antoine? Nou. Tegen een beschaafde manier van protesteren kan ik geen bezwaar hebben. En we kunnen altijd nog terugvallen op hardere maatregelen. Welke beschaafde vorm had jij in gedachten, Emiel? Casey, ik heb je nou zo vaak gezegd dat je geen rijbewijzen door de play moet spoelen. Paspoorten wel dan? Nee, ook niet. Die bankpasjes wil nog wel lukken als je ze tenminste even door midden knipt. Voor de rest absoluut niks. Ik heb geen zin om iedere maand in de stuip te zitten vanwege een verstopte riolering. Ik ken toch niet alles in dit zwembad gooien? Kees, we hebben ook toch zoiets als een open haard. Ja, dat is het voordeel van zo'n huis als dit. Van alle gemakken voorzien. Jongens, spreken. Hoor eens een paar. Anders ik wel. Ruikt lekker, man. Wat eet je? Vis. Lekker. Wat voor vis? Geen idee. Doet een Henkie waar op bezoek bij die vent aan de overkant. Oh ja, die kerel met dat tropisch aquarium. Oh, nou, ik hou wel van exotisch eten. Nemen jullie de jus en de puree mee? Krijgen we nou toch geen vriendjes van jou als Johnny net nou aan tafel gaan? Ik verwacht niemand. Ik ook niet. Vlodders weg, nu meteen! 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 Wat krijgen we nou? Wat moeten ze zo doen? Geen idee. Moet maar eens vragen. Vlodders weg, nu meteen! Vlodders weg, nu meteen! Goedenavond, mensen. Kunnen we ook vertellen wat de reden is van dit late bezoek? We zaten namelijk net te vreten.
Vlodders weg, nu meteen. Vlodders weg, nu meteen. Vlodders weg, nu meteen. Vlodders weg. Vlodders weg, we maken zeker een geintje. Hey? Wij zijn bloedserieus. En als u denkt ons te kunnen intimideren, dan hebt u het mis. Juist. Intimideren, weet jij waar hij het over heeft, Kees? Ja, waar hebben jullie het eigenlijk over? We kennen dat woord niet. Wij leven in een democratie en we hebben het recht om voor onze mening uit te komen. Juist. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je ons ermee lastig moet vallen. We hebben al genoeg aan onze kop. Ja, dus doe me even een plezier. Ga gezellig thuis voor je mening uitkomen. Wij laten ons absoluut niet wegsturen, meneer. Denk maar niet dat wij bang voor jullie zijn. De hele buurt staat achter ons. Nou, dat is een klein buurtje geworden. Ik geef je 2 minuten om te vertrekken. Vlodders weg, nu meteen. Vlodders weg, nu meteen. Met deze mensen voldoet het al. Maar waarom slaan we ze niet gewoon op hun bek? Wat moeten ze, Johnny? Pak slaag, man. Dat moeten ze hebben. Blijven ze nog lang staan schreeuwen? Nee, man. 1 minuut of 2, schat ik. Dan is het goed. Nu meteen. Vlodders weg, 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 nu meteen. Kom. Laat ons nog niet van de wijs brengen, door een beetje water. Ja, maar ik heb wel mijn goede goed aan. Ik dacht dat die 2 minuutjes nou zo'n beetje om waren. Wij hebben het recht voor onze mening uit te komen. Ik heb jullie gewaarschuwd. Kees! De stopping voor ons huis is nu ook verdwenen. Ik had jullie gewaarschuwd dat er met die familie niet te praten valt. Ik denk inderdaad dat wij nu moeten terugvallen op een wat minder beschaafde manier van protesteren. Het wordt de hoogste tijd dat wij eens korte metten maken met het rapalje. Laten we nou toch een knopploeg in de hand nemen van die sportschooltypes. Mijn man heeft daar prima ervaringen mee. Die gekraakte kantoorpandjes in de stad waren binnen een mum van tijd ontruimd. Het is nogal drastisch. Maar zo langzamerhand hebben wij wel alle vreedzame wegen bewandeld. Ja, maar als je niet oppast, dan heb je zo van die linkse advocaat op je nek. En die kunt je toch verdomde lastig maken. Voor je het weet, dan heb je een proces aan je broek. Ja, ik moet toegeven dat ik ook geen voorstander ben van gewelddadig ingrijpen. Maar het is toch ongehoord dat dat stelletje criminelen zomaar ongestoord zijn gang kan gaan zonder dat de politie er iets aan doet. Ach, de politie steekt toch geen poot uit. Gisteren lieten ze hun gezicht toch ook mooi niet zien. Ze zijn gewoon bang voor ze. Ach. Hoe zit dat eigenlijk, Ed? Jouw neef werkt toch bij de politie? Hoe komt het dat ze die vlodders niet al lang hebben aangepakt? Dat huis zit vol met gestolen goederen. Wat ik begreep is dat ze nooit bewijs hebben kunnen vinden. Bewijzen? In de kelder staat een complete illegale whiskystokerij. Maar die moet wel in werking zijn op het moment van de huiszoeking. Tot op heden hebben ze nooit meer kunnen vinden dan 6 illegaal gestookte flessen. En daarvoor kun je niemand arresteren. Pas als ze op heden daar betrapt worden, dan zijn ze erbij. En dan kan zelfs de gemeente hen de hand niet meer boven het hoofd houden. Nou, als we moeten wachten tot de politie ze op heden daar betrapt, dan kunnen we lang wachten. Ik stel voor een knokploeg. Ik denk dat we het zonder knokploeg wel af kunnen. Ik geloof dat ik een idee heb om die vlodders voorgoed weg te krijgen. En ik moet toegeven, het is een wat drastische methode. Maar ja, ik had ze van tevoren toch duidelijk gewaarschuwd. Van huis uit ben ik geen agressief persoon. Maar ja, als ze niet willen luisteren, dan moeten ze maar aan de lijve ondervinden dat er met een vlodder niet te sporten valt. Ja, toch? Hé, hey, Jopie, geef iedereen een biertje van me. Van mij ook. Yay! Hey, Moepie. Hey, heb jij een paar gulletjes voor me? Ik zoek een meneer Johnny. Kent u die? Meneer Johnny? Wat moet je van hem? Ik heb een zakelijk voorstel voor hem. Sta daar bij de automaat met dat blonde haar. Dank je. U bent meneer Johnny. Wie wil dat weten? Het is niemand van de buren. Chefke van der Valk, aangenaam. Kan ik voor je doen, chefke? Ik heb een zakelijk voorstel voor u. Ah, daar zit je goed. De zakelijke voorstellen behandel ik en voor de oneerbare voorstellen moet je bij Kees hier wezen. Ja, ik heb begrepen dat ik bij u whisky kan bekomen. Whisky? Nou, ik geef inderdaad net een rondje, dus als jij een whiskytje wil, dan moet je het even doorgeven bij de bar. Nee, ik heb het hier eigenlijk meer over het grotere werk.
Een dubbele whisky. Nou, daar ga ik niet lullig over doen. We hebben tenslotte wel wat te vieren vandaag, nietwaar, Kees? Ik heb het over die stokerij van u. U stookt toch whisky, Tas? Niet zo hard, man. Moeten ze hier in België soms ook horen. Sorry, meneer Johnny. Ik bedoelde dat zo niet. Goed. Hoeveel flessen wil je? Het is 15 gulden per liter. Als je er meer dan 10 afdenkt, krijg je 20% korting. 2000. 2000? Is dat een probleem? Nee. Ik dacht even dat je 20.000 zei. Maar die kleinere aantallen kan ook. Ik doe daar niet moeilijk over. Het is voor de Belgische markt. Als je ze binnen de week kunt leveren, dan betaal ik de volle prijs. Binnen een week? Dat moet wel lukken. Prima, dat is dan afgesproken. Ik wil dan wel graag een voorschotje. Dat is gebruikelijk. Vanzelfsprekend. Wat dacht u van 10.000 nu en de rest volgende week bij levering? Dat lijkt me prima. Ting, volgende week neem ik contact met jou. Heel goed. Rij voorzichtig. Wat moest die denk, jongens? Ja, de bestellinkie. Volgens mij wil die heel Antwerpen aan de drank helpen. €2000, is dat niet een beetje veel, jongen? Dat denk jij zelfs in een jaar nog niet weg, ma. Ik weet niet of ik dat red hoor. In een week. We helpen je natuurlijk. Met z'n allen moeten we het wel redden. En hij betaalt de volle met... Het was een Belg, zei je. Ja, dat kan hij ook niet helpen, hè. Hij leek me betrouwbaar. En ik heb al een voorschot gehad van 10 ruggen en er komen er nog eens 20 bij. Nou, ik ben eigenlijk zelf ook bijna door mijn eigen voorraad heen, dus die paar flessen extra, dat maakt dan ook niet meer uit. Vlot gesmeerd. Ze graven hun eigen graf. Komt er weer van die buren. Als alles volgens plan verloopt, zijn ze volgende week verdwenen. Nou, ik moet het nog zien. Die vlodders vertrekken niet zomaar uit zichzelf. En ik zou ook wel eens willen weten wat dat plan nou precies behelst. Ik heb geen idee, maar Willem-Jan deed er nogal geheimzinnig over. Van mijn part gooien ze een bom op dat huis. Als er nou maar eens een eind aan komt. Even volhouden, Kees. Morgen worden ze opgehaald. En als je iets wil drinken, vraag eens je aan hem. Hoeveel hebben we er nou al? 1999, man. Nog één. Oh jee, we redden het net niet. En dat is 2000. Hallo? Hadi Sjefke, hoe gaat ie? Uitstekend, denk je. Ja, alle 2000. Nee, het was geen enkel probleem, dus ik zou het erg prettig vinden als je ze straks even kwam ophalen, want het hele huis staat vol en we kunnen geen kant meer op. Dat kan. Oké, afgesproken. Tot straks. Nou, dat was Sjefke. Hij komt ze vanmiddag ophalen en of we allemaal aanwezig willen zijn, want hij wil ons graag persoonlijk bedanken. Waar zijn Toet en Henkie eigenlijk?
Henkie! Ik moet je complimenteren, Willem-Jan. Je plan was briljant. Een pilsje was het, hè? Nee, doe mij toch maar een whisky. Whiskytje, prima. Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat die flodders zich zo makkelijk in de luren zouden laten leiden. Zo blijkt maar weer eens dat de mens boven de dieren staat. Maar het grootste deel van de eer gaat natuurlijk naar mijn zwager. Zonder wie dit plan geen enkele kans van slagen had. Oh, het was een eer om jullie te helpen. En dat belachelijke Belgische accent. Hoe kwam je erop? Ja, ik kom uit België. Oh. Ik vond het een meesterlijk optreden. Meesterlijk. Maar na die conferentie van jou op de poloclub wist ik dat jij de juiste man was voor deze operatie. Zo, nou nog één telefoontje aan die neef van Ed. En Zonnedaal heeft een probleem minder. Ja, goedemiddag. Kunt u mij durven binden met hoofdagent Neutenboom? Wat is er aan de hand, heren? En wij hebben een bevel tot huiszoeking. Nou, als je een huis zoekt, dan moet je even in de woonkamer kijken. Hè? Ik hoop dat u vrijwillig uw medewerking verleent. Nou, omdat u zo vriendelijk vraagt. En wat hebben wij hier? Een handeltje, is dat verboden? Meneer maakt een grapje. Sinds wanneer is het verboden om in lege flessen te handelen? Lege flessen? Ze zijn leeg. Leeg? Maar dat kan helemaal niet. Ze hebben me verzekerd dat ik... Niets gevonden. Alleen lege flessen. Geen druppel whisky. Ach, zo moet je erop houden. Wat is hier aan de hand? Hey, Sjaki, zijn dit vrienden van je? En wie bent u dan wel? Van Grote. Sociale zaken. Deze familie valt onder mijn verantwoordelijkheid. Kunt u me zeggen waar deze poppenkast goed voor is? Ja, legt u dat nou nog eens een keertje uit, want ik geloof dat we dat allemaal wel graag willen weten. Wij pakken jou nog wel. Als je de volgende keer even van tevoren belt, dan zit mijn moeder de koffie voor je klaar. Meekomen. Zeg, ik vroeg u wat. Kun je zomaar weglopen? Ik eis dat u terugkomt en een verklaring aflegt. Wist u ervan overtuigd dat je vragen in de raad zal stellen? Naar aanleiding van dit, naar discriminatie, wie kan politie optreden? Rustig nou, Sjaki. Wind je niet zo op. We kunnen allemaal wel eens fouten maken. De politie behoort geen fouten te maken. Die moeten juist het voorbeeld geven. Natuurlijk, Sjaki. Vergeet en vergeven. Dat is ook mijn motto. Wat gebeurt er? Er gebeurt niks. Ze gaan gewoon weer weg. Ze nemen niemand mee. Wat een raar gedoe. Had dit met het plan van Willem-Jan te maken? Nou, als dat zo is, dan is het wel behoorlijk mislukt, lijkt me. Ja, sorry, Johnny. Maar ik kan me er altijd zo over opwinden als ik zie dat goedwillende mensen zoals jullie weer de dupe worden van zo'n volstrekt ongegronde actie. Ik begrijp precies hoe je je voelt, Sjaki. En wij vinden het ook niet leuk. Maar ja, ze moeten ons nou helemaal altijd hebben. Ik ga even kijken of ze echt weg zijn. Gaat het, opa? Wie had dat gedacht, Sjaki, dat ze bijna onder het oog van de politie hun toevlucht nemen tot dit soort terroristische acties? Dat bewijst toch maar weer eens tot wat deze mensen in staat zijn. Kijk, nou ben jij een slachtoffer, maar net zo goed hadden wij dat kunnen wezen. Of ik. En dat weekje vakantie in het Burgerloofpark dat de gemeente ons als genoegdoening heeft aangeboden, dat blijft natuurlijk maar een kleine pleister op de zere wonden. Deze gebeurtenis die tekent ons voor de rest van ons leven.
Maar nou moeten we snel weg, dat we voor de spits de stad uit zijn. Hey, het beste, hè? Tot volgende week. We sturen wel een kaartje. Doei.